onze grootste vijand is onze eigen psychologie. Onze grootste vijand is onze eigen moedeloosheid. Die kan ontstaan als je keer op keer ziet dat die gekken daar je uitlachen, negeren. En 2 jaar later krijg je 100% gelijk. 100%. Het is zelfs een hashtag op Twitter. Thierry heeft gelijk. En een ontzettend warm welkom aan de mensen die nu op het allerlaatste moment nog binnenkomen. Fantastisch dat jullie zo lang in de rij hebben gestaan, jullie allemaal. Volgende keer zorgen we voor een hotdogkraampje. En speciaal voor Hugo de Jonge ook wat frikandellen. Het is zo'n ongelooflijk plezier om hier met jullie te zijn vandaag. Ik heb de hele zomer gewacht op het moment dat we weer bij elkaar gingen komen. Dat we gingen beginnen met dit jaar, een ontzettend belangrijk jaar voor Forum voor Democratie. Maar nog veel belangrijker voor Nederland, want al die dramatische plannen die convergeren naar een soort absoluut crisispunt. En ik maak me heel erg grote zorgen, niet alleen meer voor de economie en de samenleving, maar zelfs gewoon voor de maatschappelijke vrede. Ik denk echt dat we een kookpunt naderen in dit land. En in de psychologie is er een bekend experiment, dat wordt het still face experiment genoemd, of het flat face experiment. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat wordt gedaan met kinderen. Als je een moeder of een vader hebt die geen respons geeft, die een stilstaand gezicht tegenover een kind laat zien, dan wordt dat kind binnen enkele minuten razend en helemaal wanhopig en weet niet meer wat het moet doen. En dat is een experiment dat laat zien hoe belangrijk het is voor ons, mensen, om connectie te maken. Maar als je iets zegt, dat iemand luistert, dat er gereageerd wordt op jou. En sinds ik in de politiek ben gegaan, heb ik, en dat voor mij om dat te lezen was echt een eye-opener, maar heb ik het gevoel dat ik in een soort still face experiment zit, daar in die Tweede Kamer. Dus je zegt dingen, en ik heb al jarenlang bijvoorbeeld gewaarschuwd over wat de gevolgen zouden zijn van het beleid van de Europese Centrale Bank. Ik heb daar ook zelfs nog een keer met Mark Rutte over één op één op gedebatteerd. Dit gaat leiden tot inflatie, vriend. Dit kan niet. Still face. Ene oor in, andere oor uit. Het komt niet binnen. Hetzelfde met onze analyses van het stikstofverhaal. 3-4 jaar geleden al hadden wij op onze website de meest uitgebreide analyse van ten eerste waarom die stikstofmodellen volkomen absurde conclusies opleveren. Ten tweede waarom de basis van die modellen ook al niet klopt, omdat stikstof helemaal niet een aanval is voor de natuur, maar een verandering betekent van de natuur. En ten derde waarom die Natura 2000 EU-regels volkomen onzinnig zijn. Hadden wij allemaal uitgewerkt. En die mensen die zaten zo te kijken, zo als een soort stil, een soort flat face met die mensen toen in de Tweede Kamer. En ik kan al die andere punten zo opnoemen. Het Marrakesh-immigratiepact. We zien het nu gebeuren. Grootste woningcrisis in, ik geloof, sinds de Gouden Eeuw of zo in Nederland. Sinds 400 jaar. En er komen gewoon 100.000 mensen elk jaar het land binnen vanwege internationale afspraken, vanwege Marrakesh-immigratiepact, vanwege al die dingen waar wij al jaren voor waarschuwen. Hetzelfde met de energietransitie. Ik zei, het kost 1.000 miljard, jongens. Want wij hebben het sommetje zitten maken. We hebben gewoon 3 dagen zitten rekenen. Oké, wat kost dat, wat kost dat, wat kost dat? We leggen dat uit in de Kamer. We vertellen het verhaal. Flatface. Er gebeurt niets. Het is alsof je tegen een muur zit te praten. En dat is niet alleen frustrerend en verdrietig en naar. Ik durf te zeggen vanavond dat dat strategie is. En de strategie, beste vrienden, de strategie is moedeloos maken. Dat is wat ze aan het doen zijn. Dat is waar ze op speculeren. Zij willen ons verzet breken. Ze willen ons moedeloos maken. Ze willen ons het gevoel geven,
het heeft toch geen zin, laat maar. Dat is, dat gaat ze niet lukken, maar dat is waar ze mee bezig zijn. Dat is waarom ze zo doen, zo lacherig, zo raar. En de pers speelt natuurlijk volledig onder één hoedje met het kartel. Dat is gewoon hetzelfde. De pers volgt op elk punt het dominante narratief van de politiek. Van stikstof tot Oekraïne, tot corona, heel duidelijk hebben we het gezien. Immigratie, klimaatplannen, de euro, op elk gebied. En een enkele keer wordt er even iemand aan het woord gelaten aan een talkshow. Er zitten er meteen 6 mensen omheen die die persoon belachelijk moeten maken. En ze willen dus, wat ze willen doen, is ons, wat, precies zoals met dat kind in dat flat face experiment, dat still face experiment, willen ze wanhopig maken en dat we het opgeven. En dat heb ik op een gegeven moment ingezien. En toen ben ik van Forum veel meer gaan maken dan alleen een politieke partij. Wij zijn een beweging en wij geven elkaar het reagerende gezicht. Wij maken met elkaar contact bij dit soort momenten en nog veel meer andere dingen. Wij bouwen een beweging waar wij elkaar moed kunnen blijven inspreken, waar we elkaar kunnen inspireren, waar we tegen elkaar kunnen zeggen: ik ben niet gek, jij bent niet gek. Wat er allemaal gebeurt in de wereld, die krankzinnig, ik zei het in de Kamer nog dinsdag, krankzinnig. Die krankzinnige beleidsmaatregelen, wat hier allemaal gebeurt. Het is krankzinnig. Krankzinnig. Maar onze grootste vijand is onze eigen psychologie. Onze grootste vijand is onze eigen moedeloosheid. Die kan ontstaan als je keer op keer ziet dat die gekken daar je uitlachen, negeren. En 2 jaar later krijg je 100% gelijk. 100%. Het is zelfs een hashtag op Twitter. Thierry heeft gelijk. Alle dingen die ik heb geschreven in de boeken, wat ik heb verzet, allemaal gebeurd. Allemaal. Onbetaalbare energieplannen. Onhaalbare immigratiebeleid. De Oekraïne nu ook. Je zult het zien. Het komt naar ons toe. Wat ze hebben gedaan daar, al die sancties, die treffen ons, niet Rusland. De roebel staat ongeveer hoger dan ooit. Het is gewoon, het is echt. Maar daarom moet deze beweging sterker worden. Sterker en sterker en sterker met jullie, met elkaar. Daarom dat we dit doen. En daarom dat we ook al die standjes daar hebben. Wij willen dat Forum, heeft nu 60.000 leden. We willen dat dat 100.000 leden worden. Dat dat een community wordt. We hebben natuurlijk een app. Daar heb ik heel vaak over gepraat. Technologisch is dat allemaal nog wat ingewikkeld. Dus het duurt wat langer. Maar we zijn er gewoon echt mee bezig. Een app, zodat jullie elkaar allemaal kunnen vinden. Maar we hebben ook een kaartspel, zodat jullie lekker met elkaar kunnen kaarten. Vandaag in limited edition te krijgen bij de stand. We zijn een uitgeverij gestart. En over een paar weken kunnen wij het boek van met meer dan 700 bladzijden uitgeven. Geschreven door Bobby Kennedy. In het Nederlands hebben wij dat vertaald. De gevaarlijkste dokter op aarde. Over Fauci en het criminele Big Pharma systeem. Ik geef hier een stapeltje flyers door en daar ook. Geef het door naar elkaar. Just pass it on if you just take one and pass it on. Want dit is een boek. Er zijn meer dan 1,5 miljoen exemplaren van verkocht in de Verenigde Staten. Het is een giga bestseller geworden, omdat pagina na pagina wordt blootgelegd hoe een corrupt kartel van Big Pharma samen met Big Government, Big Tech en Big Business ons 2 jaar lang gegijzeld heeft gehouden. En dat is ook iets wat we doen. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, aanstaande maandag opent onze eerste eigen school. Dat doen wij gewoon. En we doen nog zoveel meer. Bijvoorbeeld, we hebben de grootste en meest florerende, meest actieve jongerenbeweging van Nederland, de JFVD. En wat die doen, kom naar voren Massimo, die geven een eigen glossy uit. Dat klopt, inderdaad.
Wij geven 2 keer per jaar geven wij De Dissident uit. Dat is een tijdschrift gemaakt door JFVD'ers, door vrijwilligers, door de mensen van onze vereniging. Maar het is voor veel meer dan dat. Het is voor iedereen. Iedereen kan het lezen. Er staan artikelen in, die zijn tijdloos. Interviews met grote denkers, met wereldberoemde mensen. En afgelopen Dissident, dus de editie van deze zomer, hebben wij Alexander Dugin geïnterviewd. Nu is Alexander Dugin opeens heel bekend geworden vorige week na de verschrikkelijke aanslag op zijn dochter. En dan zie je veel nieuwsartikelen waarin wordt beschreven hoe hij een zogenaamd ultranationalistisch denker zou zijn. En dat hij de rechterhand van Poetin is. Maar niemand gaat echt in op wat deze man nou echt denkt. Hoe hij nou echt naar de wereld kijkt. Nou, daar is gelukkig De Dissident voor. We hebben een heel uitgebreid interview met hem gehad over zijn blik op de wereld. Zijn blik op de ontwikkeling van de ideeën in het Westen. De ontwikkeling van het Westen, de ondergang van het Westen. Zijn kijk op Rusland, zijn kijk op China. Alles komt terug in De Dissident. En zo leveren wij iets wat nergens in het Nederlandse of zelfs internationaal medialandschap wordt geleverd. Een rustige kijk, een nieuwsgierige kijk op de grote belangrijke zaken van onze tijd. De Dissident, je kunt abonnee worden, maar je kunt hem ook hier achter in de zaal krijgen straks, wanneer alles voorbij is. Ik wens iedereen ontzettend veel leesplezier en Thierry, bedankt. Dankjewel, Masma. Fantastisch. Super. Top. En we hebben met hulp van de crowdfunders, van onze mensen, hebben we een nieuwe studio gebouwd. Een nieuwe tv-studio waar we vanaf volgende week eigen programma's gaan uitzenden. Ik ga een wekelijkse talkshow doen die heet Forum Inside. Daarom heb ik ook mijn baard wat laten staan. Er moet een snor van komen, dat begrijpen jullie wel. Maar we gaan veel meer doen. Ik denk eigenlijk dat de jongeren ook een eigen show moeten gaan maken. Ik denk dat we iets moeten doen alleen maar met leden. Gewoon discussie, gewoon een uur, zeg maar vragenuurtje. Maar dan, en ik zinspeel op een programma dat moet gaan heten Schaduwkabinet. Waar wij experts uit binnen- en buitenland spreken over concrete politieke thema's die voorliggen en laten zien hoe wij het anders zouden doen. Gewoon inclusief juridische onderbouwing, inclusief economische onderbouwing. Het is allemaal niet zo moeilijk. We hebben die oplossingen, we hebben er jarenlang over nagedacht. We hebben tientallen boeken met onze partijen, onze mensen, allemaal geschreven. Wij weten hoe dit land anders en beter geregeerd kan worden. Dat wil ik gewoon laten zien. Dat is ook iets waar we mee bezig zijn. En de hele zomer hebben wij gesprekken gevoerd met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die komen er ook aan. Er zijn nu, als ik het goed zeg, 356 mensen opgeleid in 12 provincies die straks daar in de Provinciale Staten kunnen gaan zitten namens Forum voor Democratie. We gaan natuurlijk een hele intensieve campagne in. Het wordt een campagne, denk ik, die erop of eronder voor Nederland betekent. En die verkiezingen zijn in maart en we zijn er nu al klaar voor. We hebben ook een nieuwe hoofd fundraising, Jeroen Stam. Jullie hebben hem daar kunnen ontmoeten. Als je het nog niet hebt gedaan, doe dat vooral. En als hij zegt tegen u, help ook een beetje mee. Blijft wel heel stil nu in de zaal. Heel goed. Wij hebben ook nieuwe denkers nodig. En wij helpen jonge mensen ook om hun ideeën te ontwikkelen en te publiceren. En een van de jonge denkers is Sid Lucassen. En hij is ook vanavond aanwezig. En hij heeft een waanzinnig succesvol filosofisch boek geschreven. Het is niet om in een middagje uit te lezen. Het is meer dan 500 bladzijden. Maar het is een dwarsdoorsnede van alle grote problemen in Nederland. En de filosofische gronden daarvan. Ik geef Sid heel kort even het woord. Dankjewel, Thierry. Grote eer om voor zoveel mensen te mogen spreken over mijn boek. En ja, ik durf wel te stellen dat idee wat ik had, wat alleen nog maar een idee was van een zuil, dat zo langzamerhand toch wel begint te groeien. Het is in ieder geval ontkiemd. We zijn met zoveel mensen samen. En in dit boek ga ik er ook verder op in. Wat is een zuil en hoe bouwen wij samen een zuil? Maar dat niet alleen. Al wat Thierry zojuist zei. Wat is het nou om, je ziet het, je voelt het, je hebt het geanalyseerd. En ondanks dat je zo ontzettend helder je gedachten neerzet, ze luisteren er maar niet naar. Het lijkt maar niet over te komen. Het lijkt maar niet door te dringen tot die machinekamer van de macht.
En waar we het vandaag over gaan hebben, China, geopolitiek. Ik schreef het al in 2015, avondland identiteit. Ik heb erop voortgebouwd, ik heb erop doorgedacht, de Chinaficatie van Europa. Juist al die leiden als Macron en Merkel en ga maar op. Hè. En je ziet het in alles, QR-codes, cancel culture. We worden zelf langzamerhand steeds totalitairder. En al die grote ontwikkelingen heb ik in het boek samengevat, moet ik zeggen. Ik had een hele goede editor, dus mogen we ook zeker een applausje van mijn editor. Zeer verdiend. Ja, en ik kan het boek zelf wel ophemen, maar Paul Cliteur heeft letterlijk gezegd dat het een van de beste boeken is die hij ooit heeft gelezen. Hij heeft het opgeschreven in de andere krant, dus u kunt het nalezen. En Wim van Rooij in Vlaanderen, zeer belezen, denken eigenlijk hetzelfde. Dus ja, moet ik er nog meer over zeggen? Ik denk dat dat niet nodig is. Straks aan het einde zal ik zeer graag voor u een exemplaar persoonlijk signeren. En dan kunt u mij vinden bij het boekenstandje. En dan dank ik Thierry heel hartelijk voor dit allemaal. En u ook. Dank u wel. En het laatste wat ik vandaag kan aankondigen, wat we allemaal hebben gedaan om de beweging uit te bouwen en te vergroten en te versterken, dat is dat wij een director hebben, een nieuwe director van Forum for Democracy International. FVD International moet zich de komende jaren gaan ontpoppen tot een internationale organisatie, een instituut dat het denken van FVD, onze ideeën, onze activiteiten verbindt met wat er wereldwijd gebeurt. We gaan meerdere keren per jaar grote conferenties organiseren. We gaan ook in het Engels stukken publiceren. Misschien zelfs boeken in het Engels publiceren. We gaan zorgen dat wat hier in Nederland gebeurt verbonden wordt met wat er in onze omgeving gebeurt. Dat we ook de krachten gaan bundelen. Dat we niet meer alleen in ons eigen land strijden tegen dingen waar we tegen willen strijden, of strijden voor de dingen waar we voor willen strijden, maar dat we dat samen doen met gelijkgestemden. Het is een man die ik al 15 jaar ken. We zijn al heel lang bevriend. We hebben over eigenlijk alles dezelfde denkbeelden. We zijn enorm vereerd dat hij voorzitter wil worden van FVD International. En ik geef hem het woord om het symposium officieel te openen. John Loughland.